Je tekent vandaag je eerste profcontract bij Sparta. Met wat voor gevoel sta je hier? Ik ben oprecht blij. Voor mij is het gewoon een stap. Gewoon. Gewoon een eerste stap, weet je. Ik heb de vertrouwen gekregen van de club. Ze geven me het gevoel dat ze in mij geloven. En nu is het gewoon aan mij om mezelf te bewijzen, om mezelf te laten zien. En hard werken gewoon. Om uiteindelijk in het eerste te komen en hun te helpen. Wanneer begon het allemaal te spelen om een contract te tekenen hier zo? Het begon allemaal vorig jaar. Ik deed in de voorbereiding mee met de eerste ook. Het ging best wel goed, alleen kregen we te maken met corona, waardoor alles werd uitgesteld en zo. Dit jaar moest ik alles opnieuw zeg maar, doen, mezelf weer bewijzen. Op zich heb ik dat wel gedaan, denk ik. En werd ik zodoende beloond met een contract. Je speelt al 8 jaar in de jeugdopleiding bij Sparta. Inmiddels ben je basisspeler bij Jong Sparta. Hoe gaat het daar zo? We draaien op zich een goed jaar gewoon. We staan nu, volgens mij gedeeld derde. We hebben gewoon hoge doelstellingen. We willen nummer 2 eindigen en daar zullen we gewoon hard voor strijden. Vorige maand maakte je debuut in de Eredivisie in de uitstrijd tegen Twente. Hoe kijk je daar nu op terug? Voor mij was het een beginpunt, weet je. Ik kon proeven aan het Eredivisie. En het is iets dat ik weet dat in me zit. En ik zal er sowieso hard voor werken, zeg maar, om daar weer terug te komen en daar te blijven. Je hebt je een half uur kunnen laten zien aan het grote publiek. Toch zullen de meeste supporters jou nog niet echt kennen. Wat voor speler ben jij? Ik ben sowieso een verdediger. Ik ben snel, sterk, kan hoog springen. Voetballende kwaliteiten, ook wat leider achterin. En gewoon een harde werker. Dit jaar maakte je ook je debuut bij Togo onder 23. Hoe is dat tot stand gekomen? Ze hadden eerst geen onder 23 team. En toen wilden ze, zeg maar, kwam er een nieuwe trainer, Paulo Duarte. Hij vond dat ze meer focus aan de jeugd moeten leggen. Omdat de jeugd uiteindelijk wat oudere spelers moet vervangen. En zo heeft hij wat spelers uit Europa gekozen. En ik was daar één van. Ik kon daar naartoe gaan. Ik kon mezelf bewijzen. Mezelf aan Togolese publiek. En waarschijnlijk ook de wereld laten zien. Dus, je hebt vandaag 2 jaar getekend. Hoe gaan de komende jaren eruit zien voor jou bij de club? Ik hoop zo snel mogelijk bijeen. Ik zal zo hard werken, voorbereiding meedoen. Hard werken, mezelf aan een nieuwe trainer laten zien. Laten zien dat ik van waarde ben en zal zijn. En gewoon hopen dat ik dan bijeen kan blijven. Veel succes nog de laatste 2 wedstrijden bij Jong Sparta en voor volgend seizoen. Oké, dankjewel.